Welkom bij onze podcast Go With The Flow. Wij zijn Anne en Ellemieke en samen met een bekende medemens varen we door de flow van zijn of haar leven. Wat betekent flow? Hoe zorg je voor flow in je leven? Wie zijn jouw ankers en wat maakt je intens gelukkig? Met deze vragen op zak maken we een boottocht op de leien en vissen we naar de echte persoon achter het bekende gezicht. Deze week vaart schrijver, columnist, graag geziene panelgast en jurylid van De Slimste Mens Herman Brusselmans mee. Zelf verwondert hij zich over het nieuwe leven in zijn leven. Zijn 7 maanden oude zoontje samen met zijn vriendin Lena, Roman. Hij neemt ons mee naar het bijzondere moment van zijn geboorte en praat aandoenlijk over luiers verversen en fruitpap geven. Niet de kost die we van hem gewoon zijn, maar wel en vooral heel mooi om te zien en horen hoe hij zichtbaar geniet van het vaderschap. Blij dat je erbij bent. Maar welkom aan boord, Herman. Dank je wel. Ja, de eerste vraag is altijd normaal van wat is uw band met water? Maar ik weet het al, want je stuurde mij direct op bericht. Ik heb een grote watervrees. Ja, hydrofobie. Hè. Ik ben nooit bijna verdronken op mijn 11e in Hofstad de Pad. Nee? Dat is met een kunstmatig strandje. Ja. Ik was te ver en iemand duwde mij onder. En ik kwam weer bij toen iemand mij aan het reanimeren was. En sindsdien heb ik eigenlijk een beetje een heilige schrik voor waterkraan. Maar gelijk nu erop drijven en zo, dat gaat. Jawel, en er zijn mensen die kunnen redden, hoop ik. Ja, dus ja. Dan ben ik zo 80% op mijn man. Ja. Maar dit is al veel, 80%. Dat is meer dan de helft. We gaan die 20 er en proberen blijven bij te scoren. We hebben wat boeikes aan boord. Ja, ja. Zwemvest. Komt wel goed. Ja, nee, nee. Maar dit is het tempo, dit is de dingen. Dus zo is het goed. Het is stabiel, hè? Ja. Herman, we gaan het hebben over een beetje de flow in het leven, van het leven. Ook we blijven een beetje in de termen van het varen. Ja. Ja. Wie zijn jouw ankers in je leven? Altijd mijn partner in de eerste plaats. Vroeger met zijn moeder. Mijn ouders, maar vooral mijn moeder. Een paar vrienden, niet te veel. Vrienden die ik al 30 jaar of langer heb. En nu mijn zoontje ook, hè. Ah, ja. En mijn hond ook altijd mijn hond. Ik heb verschillende honden gehad. Die dieren spelen ook altijd wel een rol. Ja. Dus kan ik bij terecht. Ja. Ja. En voor wie ben je zelf een anker? Oh, ik koop ongeveer hetzelfde. Ah, ja, dat weer mensen geloven bij mij. Ik moet ook zeggen, ankers zijn ook op een ander gebied dan schrijvers. In mijn geval schrijvers, muzikanten, mensen die mee eens bezig zijn, waar ik bewondering voor heb. Je kunt dat wel hebben aan een gedicht of een song. Of, mensen die je inspireren. Ja, precies. Ja. Of waar je troost bij vindt. Of wat je grappig vindt. Dus laten we zeggen dat ik toch wel 20 ankers in het leven heb. Ja. Dat is veel. Dat is veel. Dat vind ik ook. Maar dan heb ik inderdaad Gerard Treve en Salinger en schrijvers bij die al lang dood zijn. En zo. Maar ja, een schrijfsel blijven en, wel. Voilà, ik lees dat en ik lees dat. En, ja, precies. Dus, maar in de eerste plaats de mensen kloos bij mij. Ja. Ja. En wie inspireert je nu het meest op dit moment? Nu is Lena, mijn vriendin. Het is ik moet zeggen, we kennen elkaar nu 8 jaar, bijna. De 7-year itch zijn er voorbij. Maar en net een kind, dus net ouders geworden. De 7-year itch noem ik maar een 8-year itch. Ja, maar dat mede door het kind en door ons, het temperament van ons allebei, we willen het wel eens botsen. Ja. Ik heb weinig relaties gehad in mijn leven, een paar zeer lange. Maar ik heb nog nooit een relatie gehad waarbij het zo gemakkelijk botst als met Lena. En ik zeg altijd, ik ben het boertje uit Amme en jij bent het Barleusmeisje uit Grachtengordel in Amsterdam. Het is van Nederland, hè? Ja. En dat vloekt wel eens. Ja, ja. Maar het is ook niet, het is moeilijk, hè? Ik bedoel, als je van België in Nederland, er zit ook cultuurverschil in. Maar Lena is zelf op eigen initiatief naar België gekomen, naar Brussel, om te gaan studeren aan een swimschool. En daar heeft ze een leven gehad van 1 jaar of 5. En dan heeft ze mij ontmoet. En je zat natuurlijk meteen met dat enorme leeftijdsverschil. Ja. Hè? Ik was 58, zij 24. Ja. Maar dat hield haar en tenslotte ook mij niet tegen om een relatie te beginnen. Eerst had ik wel mijn twijfels van wat zoekt een meisje van 24, een mooi meisje daar ook. In een gast van 58, weet je wel. Maar ten eerste, ze was altijd al gevallen voor een oudere man. Met mannen van haar leeftijd, gewoon kinderen, weet je wel. En dan is ze naar Gent komen wonen. Ja.
En wat vindt zij in jou dan? Omdat je zegt, wat zoekt zij in mij, maar wat heeft zij in jou gevonden? Het is toch wel dat creatieve. Zij houdt wel van creatieve mensen. Ze is zelf ook heel creatief. Ze schrijft, ze is bezig met alles wat cultureel is en wat creatief is. Dus dat, ik denk niet dat ze zal vallen op een man die niks doet. Mm. Of die zomaar iets doet om geld te verdienen of zo. Weet je dat? Ja. Dat geld is bij haar ook, speelt geen enkele rol. Het is maar je bent bezig met iets, met passie, met overtuiging. Dat vindt ze wel bij mij, uiteraard. En dat is punt 2 waar ze echt voor gevallen is, is mijn uiterlijk. Ja, tuurlijk, dat is duidelijk. Dat uiterlijk is ook gigantisch veranderd de laatste tijd. Maar voor mij was het de eerste keer dat ik u zag, in persoon dan, nu met kort haar. En ik zag u eerst zitten er net op het terras van op uw rug. Dat is echt een omschakeling. Ik heb 36 jaar lang haar gehad. Dus nog langer dan dat. Ja, tot hier. Hè. En ik was beu. Gewoon beu, gewoon klaar. Het was ook kapot en donker en dood en wassen met Aveda en conditioner en haalde allemaal niks meer uit. En ook mijn kindje die met zijn kneusjes trok zo aan de haren, die had telkens 20 haren vast. Ik dacht, dat haar ligt gewoon los op mijn hoofd. Er moet iets mee gebeuren. En dan heb ik Christine, kennen jullie Christine uit Brugge, Xantippe? Ja, Xantippe, ja. Ja, dat is mijn kapje. Ja. Hè? En die komt bij mij thuis. Oh ja. Ja, zelf. En die heeft het dan geknipt en in het begin had ik het wat moeilijk mee. Vaak had ik het ook in een staart en dan kwam ik wel eens zo, weet je wel. Zo die staart, beweging met die staart en dat kan niet, die staart is weg. En toen dacht ik van shit, wat heb ik gedaan, maar ik kan het weer laten groeien natuurlijk. Is dat je intentie? Ja, lijkt het je kan groeien? Zien op een bepaald moment is het nog te bekijken of niet. Mm. Ja. Maar hoe voelde u zelf bij? Bij wat voelde jij nu het beste? Ik voelde mij wel het beste met mijn lange haar. Ja. Wow, dat ik een soort schild had om mij op de weg te steken. Ah, wel, want ik merk ook, je hebt nu ineens een vrijheid in je nek die jij nooit gevoeld hebt. Hè? Een soort naaktheid die er nooit geweest is. Het is wel gemakkelijk. Maar voelt het ook als vrijheid? Heb je een soort van schild afgedaan voor jezelf? Ja, je moet wel. Ik zei het, ik gebruikte het als een soort schild, als een soort gordijn eigenlijk. Zie mij niet of zo. Je ziet mij niet. Als het in mijn gezicht ging, dan zag je me niet. Maar ik vind dat niet nodig om het te verbergen. Nee. Dat is het voordeel van oud zijn, vind ik. Heel oude mensen zeggen dat. Wat kunnen ze me doen? Weet je, wat kan er gebeuren? Maar je hebt ondertussen je credits op je teller. Op alle gebieden ligt het vast eigenlijk. Hoewel dat er veranderingen zijn, vooral door het kindje. Ah, wel. En door de verhuizing dan ook. Hè. Wij woonden in een loft zonder kinderkamer. Hmm. En ik heb die verkocht en een huis gekocht. Meer dan aan de rand van Gent. En het is anders. Het is ook een huis met heel veel trappen. Ja. Dat zei ik ook al tegen Lena, altijd datzelfde. Ik ben 65, al die trappen. Ja, doe jij maar trappen. Ja. Maar zij gaat daar niet mee. Ze zal bij mij moet het niet komen. Maar je noemde daarnet ook Roman, hè. 7 maanden is hij nu ondertussen. Een anker. Wat heeft hij jou nu al geleerd over... Ja, grote liefde. Kijk, de liefde voor een kind is eigenlijk de enige liefde voor iets of iemand dat bij nul begint. Ja. Als je een partner ontmoet of je wordt verliefd, die heeft al een heel leven. Ja. Koop je een hond, die is ook al, weet ik veel. Maar Roman, heb je nieuwe puur, die heeft ook een leven. Roman heeft geen leven. Die begint bij nul. Dus ik moet hem dat leven leren. Ik moet hem dat geven. Mm. En dat vind ik fantastisch. En omgekeerd gaat hij u ook? Hij doet mij vooral lachen. Ik lach met hem. En we wel lachten dan? Dus Roman zat gisteren voor het eerst op zijn kontje, rechtop. En ik zat zo te denken, ik zat er een meter van. Ik moet oppassen dat hij niet achterover valt van het gewicht van zijn hoofd. Dat is een grote verhouding. Dus ik denk dat hij en split second later, baf, achterover met zijn hoofd tegen de plankenvloer. En beginnen krijsen en 2 minuten later aan het lachen. Aan het lachen. Dus? En dan moet ik ook lachen. Als die kleine lacht, moet ik ook lachen. En wat is dan het ergste dat er gebeurd is? Ja, dat is natuurlijk wel erg dat ze met zijn... En hij is ook al eens van de bank gevallen en zo. Maar toch zijn ze er veel mee bezig. Ik bedoel, uiteindelijk, je bent angstig,
wat gebeurt en uiteindelijk lacht hij 2 minuten later. Dus ja, oké, okay, maar er kunnen wel dingen gebeuren waarmee dat dan niet gelachen wordt. Mm, nee, dat is zijn vooral genoeg bekend van mensen die hun kind per ongeluk van de trap laten vallen of zo. Ja. Ja, dus je hebt wel in één keer een verantwoordelijkheid. Ja, enorm. Ja. En 24-7, hè. Ik bedoel, hij zit nu in de crash, maar je zit al te denken, straks ga ik hem halen en dan moet hij zijn fruitkap nog hebben en et cetera, et cetera. Mm. Maar ik schrijf veel en veel minder dan vroeger. Maar vinden u geen andere dingen dan om over te schrijven? Tuurlijk, ja. Het boek dat nu van morgen uitkomt, Het huwelijk van Jan en Sophie, dat is niet autobiografisch. Het gaat over 2 jonge mensen die een relatie beginnen. Heb ik ook al geschreven voordat Roman geboren is. Maar waar ik nu aan bezig ben, dat gaat onder andere over hem. Over Lena en hem en de problemen en de blijheid enzovoort. Straks kom je in de lifestyle sectie terecht. Ja, maar ik zit al lang in de lifestyle. Ik heb van Billy, kennen dat? De bijlage van het nieuwsblad. Ja. Ah, ja, tuurlijk. Ja, de Nina. Ja, Nina. Ja. In de studio. Ja, maar qua kleren en make-up. En Lena wil Roman niet in... In de media. Wat voor vader ben je? Ik denk wel dat ik een redelijk goede vader ben, vooral dankzij de moeder. Ik stel me voor dat mocht ik alleen zijn met dat kind, dat ik misschien toch niet 100% in staat ben om ervoor te zorgen zoals het moet eigenlijk. Want ik sta er misschien iets te zelden bij stil, maar er moet enorm veel gebeuren waar dat ik dan eigenlijk weinig mee te maken heb. Het kopen van kleertjes, het kopen van speelgoed, het wassen, je gaat met mij in bad, dat wel. Maar Lena haalt hem uit en droogt hem af en kleedt hem aan. We hebben er discussies over en er zijn discussies over in het algemeen. Hè. Waarom krijgt bijvoorbeeld de moeder post van hoe moet je een goede moeder zijn en wat moet je doen als moeder? En vaders krijgen dat niet, weet je wel. Dus het is nog altijd die nadruk bij een opvoeding, de moeder dit en de moeder dat. En dan neemt Lena me soms wel eens kwalijk dat ik te weinig rekening hou met het feit dat de vader... Allee, zij wil 50-50. En wij zitten nu toch wel op 70-30, denk ik. Okay. En wil je dat zelf ook, 50-50? Nee. Want dat is ook iets, hè? Je kan de verwachting tegenover wat dat zelf moeten, het zou moeten natuurlijk, hè. Maar ja... Je kunt er ook niet buiten. Lena geeft nog altijd borstvoeding, hè? Ja. Ten dele. Hè? Hij krijgt ook de fles en dan die vaste voeding. Dus en ik vind dat ze het zo goed doet dat ik denk van gezondheid. Van het hoeft eigenlijk niet. Ik doe mijn best en als Lena gaat werken is, ben ik fulltime bij hem. Ja. Maar ik denk wel, en als toekomstige vader wil ik dat kind vooral zijn eigen keuzes laten maken. Ja, want dat wilde ik zo eens weten. Ik weet, je hebt ook een bijzondere zelfkindertijd gehad. Allee, ja. Hè? Wat wilde daar eens meenemen en wat zei je van, dat wil ik absoluut anders doen? Geen agressie, hè, in de relatie of tussen kind en ouders. En rust vooral en liefde en betrokkenheid en vrijheid. Hè. Als ik het al meemaak, als hij 16 jaar is en zegt ik wil schrijnwerker worden, zou ik niet zeggen, nee, je moet schrijver worden of zo, weet je wel. Ja. Mag echt worden wat hij wil, ja. Maar je hebt wel ergens een uitspraak gedaan van ik wil dat mijn zoon de wereld gaat redden. Ja, dat is nogal een druk, hè, voor dat kleine mannetje. Dat is een grote droom, hè. Mijn zoon gaat iets bijzonders doen. Ja. En je mag 100 keer zeggen, ja, laat hem maar vuilnisman worden, maar als het erop aankomt, denk je toch van, laat hem, ook als vuilnisman kun je bijzonder zijn, weet je wel. Kan je ook de wereld redden, ja, op een precies, bepaalde manier. Ja, als je het vuil niet meer ophaalt, dat is het de wereld kapot. Hè? Ja. Maar toch denk je van, je kijkt ernaar en je vraagt je gewoon af wat ik wil nu weten wat er ooit van terecht komt. Maar zou je willen dat hij jou in jouw voetsporen gaat staan? Nee, niet per se. Nee. Misschien als ik ben voetballer geweest, ik ben drummer / geweest, ben en ik schrijf. En van de drie zou ik liefst hebben dat hij drummer werd. Ja. Omdat dat hetgeen is waar ik het minst talent voor heb. Ja. Dat is vaak zo, hè, met ouders. Dat is een eigen droom die je hebt gerealiseerd. Dat je dan wil dat schrijverschap en die gerealiseerd. Maar alles een beetje ironisch en bij wijze van grap en zo. Tuurlijk, Kijk, er staat een drumstel. Misschien mogelijk daardoor. Staat al. Gaat hij beginnen drummen? Wacht, je gaat nog spijt hebben. Gaat hij beginnen drummen? Dat kan, omdat hij een drumstel ziet. Oh. Ja. Dus je krijgt toch altijd op je bord wat je nodig hebt en niet zozeer wat je wilt. Nee, dat is waar. Ja, dat is waar, ja.
Maar nu is het nog te vroeg om... Weet je, ik sprak van de week nog met iemand en een paar weken geleden ook. En iedereen heeft toch de neiging om te denken dat zijn kind bijzonder is. Mm-hmm. Ja, je zit er ook constant bij. Je maakt het ook in alle facetten mee. Ja, dus... ja. Voilà. En er vallen wel eens termen zoals hoogbegaafd. Ja. De mijne is toch, ja, die gaat een studiejaar overslaan, want ik denk dat hij hoogbegaafd is. Ja. Maar ja, die zijn zeldzaam, hè, die mensen. Ja. Maar ze zijn er wel. Wat ik wel vind, en dat kan ik hier met open ogen zeggen, en dat zegt eigenlijk iedereen, en dat is een beetje raar, want ik ben een vader, maar het is wel een zeer mooi kindje. Ja. Ja, het is echt een maar mooi... Maar ik heb het gezien, die foto, dat is echt een schoon manneke. Het is echt een manneke, mooi ventje, ja. Hij heeft ook een knappe vriendin. Ja, en jij zei ook. En nu met je korte haar ben je ook wel een stuk knapper, vind ik. Ja, ik heb hem wel gemaakt met lang haar, hè. Ja, oké. Dus je speelt dat ook een rol. Hoe je eruit ziet als je maakt. Als je maakt, of je maatpak bent of in de boerenkloffie. Ja. Welke zwemmers... Ja, welke zwemmers het winnen, ja. Ja, ik zie, je hebt just terug een sigaretje opgestoken. Is dat dan ook niet dat je zegt van verdorie, nu heb ik toch een extra reden om te... Bij Roman, ja, maar ik rook alleen al... Vroeger rookte ik overal. Ja. Bij mij thuis. Maar nu is het alleen buiten en dat scheelt toch al direct de helft. Hè. Ja, nog te zien. Maar weet je wat het probleem is? Dat ik er weinig last van heb. Het is meer de omgeving waarschijnlijk die er last van heeft. Ja, Lena is zwaar anti. Ja. Dat is ook typisch. Ja. Zo'n zware anti. Ja. En dan... Want... Die zegt bij iedere sigaret waarvan ze ziet dat ik ze opsteek... Ja. Weer één. Ja. En ik zeg van, één keer niet, weet je wel. Zeg en ze gaan het keer ook niet laten om het dus niet te zeggen. Ze heeft gelijk, het zal me misschien helpen. Ja. En je zei daarnet van, ik wil niet dat agressievere van vroeger, dat jij wel eens ervaren hebt. Nee, dus rust. Maar aan de andere kant zei je, wij botsen wel heel veel. Dus. Ja, maar ja, ik zou dat liever niet hebben dat wij botsen natuurlijk. Hè. Botsen is altijd tijdverlies en energieverlies. En, afhankelijk hoe dat je het herstelt, denk ik ook. Ja. Maar natuurlijk, jullie weten dat ook, zo'n kindje, daar moet iets mee gebeuren continu. Hè. Als hij niet slaapt, moet hij spelen, moet hij eten en moet hij verschoond worden. Terwijl vroeger, ik heb 65 jaar op mijn lamme kloten gezeten gewoon. Hè. En nu is dat, zegt Lena, verschoon jij hem even, ik ga douchen of zo. Dan denk ik, kun je hem niet eerst verschonen? Maar ik verschoon, ik doe het wel. Ja. En niet dat tegen mijn zin is, want eigenlijk al bij al vind ik het wel leuk om te doen. Maar als je mij vraagt, zou je 65-jarige mensen aanraden om een kind te hebben? Mijn kind misschien wel, omdat ik hem zelf zo leuk vind. Ja, natuurlijk. Je kunt het niet meer ontdenken. Nee, voilà, je kunt hem niet wegdenken. Nee, wegdenken, nee. Maar het is toch wel moeilijk. Wat doet het met je relatie? Ja, spanning toch wel. Ja. Vooral omdat Lena zo weinig slaapt. Maar zij wordt ook van de minste kick die hij geeft, wordt ze wakker. De waakzaamheid van de moeder. Hij slaapt nu nog bij ons in een wieg op de slaapkamer. En zij wordt bij het minste wakker en ik slaap overal los doorheen. En dan zegt ze, vannacht was hij lastig en vannacht heeft hij gehuild. En vannacht moest hij eten hebben. En je hebt niks gehoord. Niks gehoord, ja. Maar, en dan worden dan kwaad. Dan worden als vrouw van. Denk ik. Maar als je dus, het is nu 7 maanden en zij heeft alle nachten gedaan. Dat is veel, hè? Je is gewoon moe. Ja. Je is gewoon echt moe. Ik ken het wel. En dan word je een beetje edgy natuurlijk. Hè? Ja. Zeg, en neem ons eens mee naar het moment van de geboorte. Het was een heel vlotte geboorte. Al had Lena wel zwangerschapsvergiftiging. Dan moet het ingeleid worden, want dat is gevaarlijk. Dus je wist wel wanneer hoe wat. Ja, die dag om 6 uur in het ziekenhuis. Maar het was niet zo lang voor hij uitgerekend was. 2 weken voor hij uitgerekend was. Dus hij was eigenlijk wel volgroeid. En de bevalling zelf was minder. Die bevalling boden ze een prik aan, zo'n rug. Epidurale. Epidurale. En Lena zei, ik vind dat eigenlijk niet zo pijnlijk. Toen was een kleine daar. Ja. Oh, wauw. Ja. Maar wat ging er dan door u heen? Ja, geluk toch wel, ja. En de zekerheid vanaf nu, vanaf deze seconde, verandert mijn leven. Ja. Moest je huilen? Nee. Lena neemt het me soms kwalijk, maar ik ben geen huiler. Nee? De laatste keer dat ik huilde was in 2004, toen mijn hondje overleed. Ja. En de keer daarvoor was in 1992, toen mijn moeder overleed. Ja.
Maar dus, dit, ja. Dus om de 15 à 20 jaar huwelijk. Ik kan wel enorm ontroerd zijn. Ja. En wat ontroert jou dan? Ja, zo van die cheesy films en zo. Echt? Ik geef altijd hetzelfde voorbeeld. Forrest Gump. Ja. Ja. Op het einde met dat veertje, zoals ja. zijn kindje naar de ja. bus brengt. Ja, ja, dat veertje zo. Weet je wel, dat ik altijd zo... Ik heb die film al 20 keer zien passeren op tv. En steeds weer dat veertje. Zo, ja. Weet je wel? Ja. Maar dat kan alles zijn. Dat kan muziek zijn, dat kan Lena zijn, dat kan iemand anders zijn die mij ontroert. Ja. Ik zeg altijd, eigenlijk tenslotte zijn we allemaal sukkels. Hè. We doen ons best om het niet te zijn. En dat is, als het mislukt, is dat al ontroerend zo, weet je wel? Ja. Ja. Wat ik wel mooi vind is dat... Ik kende jou natuurlijk wel van wie je bent, hè, van het aantal dingen die je hebt gedaan op tv voor in Nederland dan. Zo. Ja. En het was in mijn ogen... Ik zei het ook tegen jou, Anne, ik had best wel schrik om jou echt te ontmoeten. Omdat ik dacht, ik word onderuit geveegd zo meteen. Ja, nee. Want jij bent natuurlijk zo verbaal sterk. Ja, maar er zijn twee gezichten. Hè. Ja, maar je hebt echt twee gezichten in mijn ogen. Je bent kijk, van de week, ik vind dat eigenlijk zo een beetje raar. Dus ik ging van de week de kleine naar de opvang doen. En ik passeerde in een broodjeszaak. Ik dacht, ga een broodje kopen. Het was druk, er stond een rij. Dus ik schuif achteraan bij die rij aan. En ik wacht tot ik mijn broodje kan bestellen. En die vrouw, Lena, is diezelfde dag ook binnen geweest. Later op de dag in die broodjeszaak. En die vrouw zei, ja, hij is hier geweest, je vriend is hier geweest. En hij stond in de rij zoals iedereen. Alsof het een gewoon normaal. Ik bedoel, alsof ik zou zeggen van, ik wil eerst, weet je wel. Ja. Dus uiteraard ga ik in de rij staan. Ja. Ja, maar toch... mensen die mij alleen kennen van wat ik doe in boeken en op tv, die zullen denken, ja, die klootzak zou wel eerst willen zijn. Weet maar waarom uitzicht dat dan zo in jouw schrijftaal? Okay. Dat is een uitlaatklep. Okay. Ja, er zijn twee verschillende persoonlijkheden, maar de ene persoonlijkheid behoort wel voor een stuk tot de andere. Mm-hmm. Ik doe het tenslotte wel. Hè? Ja. Ik scheld mensen uit. Maar ik heb nog nooit iemand uitgescholden. In het echt, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, maar je komt nu echt... Ik vind het ontroerend hoe je praat over je zoontje. Ja. En ik vind het zo... Hè, ik zie gewoon een hele andere man in mijn ogen. Ja, absoluut. Ja. Dus het beeld wat mensen natuurlijk over jou hebben, dat klopt dan dus niet. Nee, want het is altijd gevaarlijk om een personage die dat gespeeld wordt in een boek op tv, om dat te vergelijken met de persoon. Ja. Een van mijn lievelingsromans is American Psycho van Bret Easton Ellis. En dat zit vol heel vredaardige scènes van een seriemoordenaar die van alles doet met vrouwen, verschrikkelijk om te lezen. En dan denkt iedereen, die Bret Easton Ellis, die schrijver, die moet wel helemaal een mafketel zijn of een zieke geest hebben, terwijl dat een heel normaal is, door de weekse man is. Dus de fantasie van om het even wie is eindeloos. Ja. En dan heb je van die hele normale door de weekse mensen die heel... gekke dingen in de echt. Ja. Of die, mochten die een boek schrijven, dat je echt zou zeggen van er klopt iets niet. Ja, terwijl bij mij, is het toch altijd met een zekere knipoog of een ironie of jongens, dit is niet echt enzovoort. Mm-hmm. Ja. Zeg, en als je Lena leerde kennen, wist je dan direct van dit is... Ja, dit ik geloof in koekenbak. Het was koekenbak. Zin en koekenbak, ja. Dus Lena was mij komen opzoeken. Hè. Die zat voor mijn deur te wachten tot ik buiten kwam. Ja. Want die had gelezen dat ik elke dag om 4 uur in mijn hondje ging wandelen. En die zat buiten en ik kom buiten met de hond, maar ik had een afspraak met iemand. En die stond te wachten en terwijl ik buiten ga, zat ik op de stoep zo een meisje zitten in een boek lezen. En ik dacht, oh, leuk meisje, maar ja, voor de rest kan iedereen zijn, weet ik veel. Ik ging met die vrouw, met wie ik afgesproken had, een soort vergadering in een koffiehuis. En ik zag door het raam dat meisje daar staan. En dan begin je al te denken van, dat is wel raar, daarnet zat hij daar en nu zat hij hier. Stond te babbelen met een gast. En dan kwam ik buiten en dan heeft ze mij aangesproken. Van, ik wil je ontmoeten. Die was echt... Nu vertelde ze dat ze eigenlijk haar doel was om mij te versieren. Echt? Om met mij naar bed te gaan. Ja. Wauw. Ja, wat dat redelijk snel gebeurd is ook. Niet dezelfde dag, maar... first date of... Nee, geen first date. De fourth date, geloof ik. Okay. Of zo, ja. Ja. Maar en dat is durven, hè. Ja. Helemaal, ze woonde toen in Brussel. Dat zegt al iets over haar persoon, ja, hè. Ja, inderdaad. Waar ben je op gevallen bij haar?
Maar ik vind toch nog altijd de eerste 7 seconds, hè, bepaal je wat iemand voor je zou kunnen betekenen. Ja. Je zei daarnet ook van het moment dat Roman geboren werd, ja, dat was puur geluk. Hè? Was ja. Dat, zijn er zo nog dingen in je leven wat je van zegt van dat komt in de buurt? Weinig. Ja, dat verliefd worden op het eerste gezicht kun je noemen. Maar voor de rest, ja, als je als voetballer een fantastisch doelpunt scoort, is toch wel een gevoel dat je moeilijk kunt beschrijven. En dan van die kleinigheden. Ik heb ooit eens met 3 boeken op nummer 1, 2 en 3 gestaan in de boekentop 10. Hey. Als je dat dan onder ogen krijgt, dan denk je, geluksmoment, ja. Maar ja, dat stelt niks voor. En kleine momentjes, zo de dagdagelijkse? Met de motorrijden. Ja. Als ik ergens op een goed baantje een keer goed kan doorgeven met de motto. Eten ook wel, lezen, ja. Dit soort dingen. Mm-hmm. Mensen die geïnteresseerd zijn in jou, dat is altijd, voel mij altijd vereerd eigenlijk. Hè. Ja. Dus, Zijn dat de dingen die je tot rust brengen? Is een soort van... Maar wat ik ook wel leuk vind, is ik heb nu een koertje zo in een terras op deze verdieping. En op dat koertje zitten is ook zo met blauwe regen. Nee, met een druivenlaag, ja. Een druivenachtige struik. En dan s'avonds om 1:50 en met wat ik nu nog maar pas ontdekt heb, 0,0 bier. Ja. Want ik drink al 30 jaar niet meer. En zo met een glaasje 0,0 bier, sigaretje en zit nadenken over de dag en over morgen enzovoort. Dat vind ik wel fantastisch. Ja. Ja. Ben je iemand die echt teruggaat naar het verleden of ben je weer iemand die in de toekomst leeft? Allebei. Het verleden speelt wel zijn rol. Ja. Ik denk nog elke dag aan mijn moeder, mijn vader, de mensen. Praktisch iedereen is weg, hè, op je 65ste. En vind je dat ook jammer dat hij je kind niet leren kent? Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, mijn moeder is gestorven in 92. Ja, ik weet het al heel lang, maar dat je nu wel door zelf vader te worden en je voortplant, veel dingen vanuit een ander perspectief ervaren. Ja, en je weet dat stukken van je moeder en je vader zitten in dat kind. Hè. Ja, dat zit, is niet alleen jij en ja, dat is voor een stuk is dat mijn moeder natuurlijk. Ja. Dat vind ik wel leuk om aan te denken. Ja. En als je er naar kijkt en je ziet hem bezig, zijn er zo'n stukken dat je herkent? Wel, hij lijkt eigenlijk niet bijzonder op een van ons beiden. En soms zie ik er, als hij zo'n profiel ziet, staat of zit, zie ik er de oma in van Lena. Oma Ans. Die 88 jaar geworden is en gestorven als een van de eerste slachtoffers van corona in Amsterdam. Oh ja. En dan dat neusje en zo, dan zie ik die oude oma Ans zo een beetje. Maar misschien is dat wel jezelf iets wijs maken. Nee, dat is vaak hè, dat een kind lijkt op aanverwanten. Ja, maar puur fysiek zie ik van mijzelf er niks in eigenlijk. Nee. Ja. Want in het begin twijfel je dat nog wel, hè. Ja, is dat wel van mij en zo. Hè. Ja. Dat valt dan toch eens, maar... En kan je goed alleen zijn? Ja. Ik heb altijd alleen gewerkt. Hè. Ik heb jaren ging ik pas slapen om 6:30 ochtends. Ja. En stond ik op om 3:30 's middags, wat nu ook totaal van de baan is natuurlijk. Is dat van de baan sinds Roman daar is? Of is dat... Ja, het was wel Lena is ook wel een nachtmens, maar niet tot 6:30, wat wel extreem is natuurlijk. Hè. Ja. Ik ging zo slapen als de vuilniskar door de straat reed. Bij dat geluid van de vuilniskar en mensen die begonnen te werken en in beweging kwamen, ging ik dan slapen en ik vond dat geruststellend. Is het misschien niet moeilijker om het omgekeerde te hebben, om constant nu die prikkels rond te hebben? Ja. Ja? Daardoor dat ik ook minder schrijf. Hè. Ja. Ja. Maar ja, ik ben het schrijven. Kijk, ik heb meer dan 30 jaar 2 boeken per jaar gepubliceerd, wat dat heel dat veel is. En nu denk ik van 1 boek per jaar of 1 boek per 2 jaar is eigenlijk nog veel als je het vergelijkt met andere schrijvers. Ja. Dus ik ben gepensioneerd. Hè. Ik heb pensioen. Je hebt een permanente roman thuis rondgelopen. Voilà. En het hoeft allemaal niet meer. Hè. Dus ik heb jarenlang goed geboerd, veel gespaard. En ook wat dat betreft hoeft het niet meer. Ja. Dus ik ben wel op mijn gemak. Hè. Ja. Maar ik schrijf nog altijd heel graag. Hè. Uh-huh. Ja. Ja. En zijn er dingen waar dat u echt druk over kunt maken? Goh, over alles. En dat gaat van de oorlog in Oekraïne tot iemand die ik zie lopen en van wie dat ik denk van waarom ben je zo dik, weet je?
hoe kom je zo dik? Vermager is wel, vreet wat minder frikandel. En dan kan ik me echt lopen ergeren. Zo. Ja. Maar waarom? Die... Het is toch niet, je komt nee, toch niet ik weet in het, een cirkel? Nee, ik weet het, maar ik ben wel iemand met ergernissen. Ja. 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 Maar ja, die ergernissen die leren nu ook iets over jezelf. Hè? Dus ja. Wat haalde daar dan uit? Ja. Ja, maar als het gaat over zo'n dik iemand, ik ben niet dik. Snap? Maar het is niet zo dat ik denk van ik moet op dat of dat gebied een beetje beter voor mezelf zorgen. Okay. Ik ga elke dag in bad. Ja, ja. Ja, en allure van Coco Chanel en zo, weet je wel. Nee, maar het roken bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Ja, dat roken, ja, daar ben ik mee bezig natuurlijk. Ja, voilà. Ja. Ik kan me voorstellen dat iemand over straat loopt, mij ziet met een sigaret en denkt dat het top is met dat roken. Ah, wel. Sommige mensen zeggen het ook. Dus eigenlijk is dat wat ik inderdaad ja, ook ja, hoor. Ja. Nee, maar dat is waar. Dat is waar. Ja. Maar ik kan het allemaal goed relativeren. Als iemand die dikke persoon dan denk ik van ja, misschien is hij wel gelukkig of zo. Ja? Of is dat een genetische afwijking of ja. Ja, en ook meer de vraag waarom zou je daar druk over maken? Ja, maar dat is altijd hè. Ja? Waarom maakt iemand zich ooit druk? Ja. Want wij hier bij ons in het Westen maken ons altijd druk om kleinigheden. Tenzij je een sterfgeval in de familie hebt of zo. Uh-huh. Maar het is vaak verloren energie. Maar het wisselt tussen met druk maken en absolute verdraagzaamheid. Uh-huh. Laatst gingen we in zo'n schimmige, wij hadden honger en we liepen over straat, een schimmige frituur zo, en ik bestelde kippenbootjes. Uh-huh. 8. En die gast brengt dat weer en ik bijt in dat kippenbootje ijskoud. En ik heb niets durven zeggen, weet je wel. Gelukkig was ons non bij mij. Ik heb ze allemaal aan non gegeven om die man de indruk te geven. Hij vond de kippenbootjes lekker, weet je wel. Eigenlijk zou je moeten zeggen, sorry, maar u betaalt niet voor. Die zijn ijskoud. Die moeten warm zijn. En hoe komt dan daar niemand een andere strafte in gedachten? Omdat die in gedachten, nu zegt het, in gedachten. Anders, met die man met die kippenbootjes moet ik mij face-to-face confronteren. Ja. En dat durf ik niet. En dat is een te groot grens. Want ik zou nooit zeggen tegen iemand die te dik is, je bent te dik. Ja, oké. Okay. Maar wel denken. Dat is iets in gedachten en omdat je er verder geen last van hebt, voilà, is ook niet de dingen om het te benoemen. Maar... Heb je angsten? Ja, ik heb behalve het water. Hoe lang hebben we nog? Ja. Ik heb een angststoornis gehad. Hè. Ja. Vandaar dat ik ook gestopt ben met autorijden, vandaar dat ik alcoholicus geweest ben, vandaar dat ik pillen slik. Ik heb het wel heel serieus gehad, ja. Mm. En hoe ben je daar vanaf? Ja, toch voor een groot stuk door wilskracht. Dus er waren momenten of periodes, als je me zei van je krijgt nu 1000 euro en om een pakje sigaret te kopen in die winkel, dat ik niet durfde. Wauw. En wilskracht en een pil. Een pil die ik dus lek, nog altijd. Nog steeds, ja. Ik denk dat ik er voor 90% vanaf ben. Maar die pil, voor alle zekerheid, slik ik die toch wel. Je durft niet dat zonder te doen. Dat is nog een stukje houvast, die pil. Ja, je durft precies. Niet precies. Waarschijnlijk is het totaal niet nodig, maar het is ook een heel kleine dosis. Dus, Maar ik had in die angstperiode, zat ik echt zwaar op de rand. Oh. En ben je bang dan dat je zoon dat overneemt? Kunnen, want kunnen. Het kan genetisch zijn. Het kan genetisch zijn, want mijn moeder had het ook. Mm-hmm. Ja. Maar het is ook goed dat je je kind benadert. Hè. Ik merk dat ik heb heel vaak vanuit angst voor verlies, pas op. Ah, zo ben en ik zo, ook. Ja. Ah, wel, maar zo maakte, jammer genoeg... Met de hond ook. Hè. Lena laat die altijd en overal loslopen. En dan zeg ik van, Lena, die hond aan de lijn. Ja, nee, maar ik kan die niet... Jawel, Ginter is een autoweg, daar kan hij onderlopen. Hij kan gebeten worden door een andere hond. Hoewel hij meer het type is dat zelf weet, in plaats van gebeten worden. Maar met de kleine ook, hè. Pas op. De hond niet te dicht bij het kind, continu. Maar zo geeft het echt Ik ben hoor, wel een zeur eigenlijk, hè. Een zaag. Ik ben een zaag. Ja. Dat is vaak het vrouwelijke en vaak is het allee, als je het dan in man-vrouw termen drukt, het is vaak dat de moeders overbezorgd worden genoemd en dat de vaders meer zijn van let it go. Ja, maar alleen als je zegt dat ik eigenlijk deep down inside een half vijf ben. Ja, een half? Een half. Nee, en zij dan een halve man? Ja. Er is van alles gemeten met haar, is dat heel veel testosteron. Ja. Niet uiterlijk, maar als... Dus qua energie bij jullie thuis, ben jij de vrouwelijke energie en is zij de mannelijke energie? Ja. Alhoewel, de vrouwen doen meestal het meeste werk, dus wat dat betreft ben ik dan toch weer een echte man. Zo, weet je wel? Ja.
En wat maakt dat jullie relatie dan zo geslaagd is, als jullie zo verschillend zijn? Ja, wij zijn gewoon nog altijd verliefd. En geloof je daar nu in dat dat ook kan blijven duren, ja, die verliefdheid? Ja, ik geloof er absoluut in. Ja. Ja. Ook geen 100 keer in je leven, hè? Nee, maar zo heel het gedoe van het wetenschappelijke, van echte verliefdheid, die chemie, dat gaat weg en zo, ik vind dat niet. Nee? Nee. Dat is goed. Misschien heb ik geluk, hè. Misschien, ja. Maar... En ja, wanneer heb je dan zo het laatste gevoel van, Toon, ik ben verliefd op die vrouw? Vanmorgen. Ja. Ja. Mm. Toen ik weliswaar met de kleine in haar armen en een korte jurkje aan en zo. Want ze heeft wel topbenen, zo, weet je. Ja, 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 ja. Ik ben zo aan een benenman. Ja. Maar toen dacht ik van, ja, kijk nu, lekker wijf. Ja. Maar dat is dus fysiek, dat is de fysieke aantrekking. Ja, maar de ander komt er wel bij. Ook intellectueel ben ik nog wel verliefd op haar. Gisteren hebben we een hele discussie gehad over de oerknal. Ja, oh, tof dat je dat kunt doen. Ja, dus zo, mijn punt is, oké, de oerknal, allemaal goed en wel, maar wat heeft er dan geknald? Ja. En dat heeft zich afgespeeld in een ruimte. Die ruimte moet... Maar waarin zit die ruimte? Die ruimte waar eindigt die, waar begint die, waar zit die? Maar we hebben die omkadering altijd nodig, maar dat is ons beperking. Ja, maar Lena is bang dat ik op een duur zeg, ja, weet je, die oerknal, ik geloof daar niet in, er zal toch wel een god zijn. Ze vindt dat gewoon bullshit, weet je wel? Dat beeld van een god die nee, alles geschapen dat wel, heeft. Maar is er meer? Ja. Geloof jij dat er meer is? Maar ik heb het laatst nog eens gezegd of geschreven, veronderstel dat we naar de hemel gaan. Dus tot nu toe zijn er 102 miljard mensen geweest, vanaf de eerste mens tot nu. Dus verondersteld dat er dan 100 miljard in de hemel zitten, hoe gaan we dan ook die vader en de moeder terugvinden? Met zo'n bordje zo. Nee, maar denk je niet dat... En die dieren, hoe zit dat met de dieren die naar de hemel gaan? Maar geloof je in een ziel? Ja, dat vind ik een moeilijk woord. Ja. Wat is dat, een menselijke ziel? Ik geloof in karakter, persoonlijkheid enzovoort. Maar je hebt toch wel de verpakking, het lichaam, je hebt de geest. Dat is letterlijk je fysieke brein waar dat er van alle connecties in worden gelegd. En dan heb je toch... Je ziel, je hart, een ziel. Gevoel, een connectie daartussen. Ja, maar dat speelt zich af bevatten. In het verstand, volgens mij. Ja, ik weet dat niet. Ja. Nee, ik vind dat een interessante manier om er naar te kijken. Hè? En ik ben daar heel benieuwd naar. Alles zit in het verstand. Alles, dus het is gecreëerd door ons verstand? Ja. De ziel. Alles, ja. Dat is een woord dat ook gebruikt is om aan te duiden wat niet fysiek is en niet dit en niet dat. De menselijke ziel. Ik heb het altijd ik gebruik het woord ook heel weinig in mijn literatuur. Ja, okay. Ja. Maar hoe verklaar je dan soms... Alleen, nu zitten we ook een beetje in een soort gesprek daarover. Dat is misschien niet de bedoeling, maar... En ja, een soort déjà vu gevoel en zo. Van, is dat ook iets dat je dan gecreëerd hebt? Of? Waar ik wel eens een tijd in geloofd heb, dat is weer wat minder. Dat op het moment dat je sterft, dat je weer geboren wordt. Ja. Dat je je leven opnieuw leidt. Misschien zitten wij hier voor de 100ste keer dit te doen. Maar in deze gedaante, denk je dan? Ja. Ja, precies hetzelfde leven. Altijd maar weer, altijd maar. Of zou er gewoon naast ons een parallel leven kunnen bestaan, dat wij zelfs met onze zintuigen niet kunnen opvangen? Een miljoen parallele levens, waarin wij telkens dit leven leiden. Maar net zoals die bijna doodervaringen dan. Mensen die dat dus hebben meegemaakt, zien effectief... Ja, een film. Een film en een beeld. Ja, maar dat is hetzelfde wat je ziet, zoals in je dromen. Ja, dus dat is een hallucinatie. Zij treden dus uit hun lichaam en zij zien effectief de ruimte om ineens. Ze zien hun ouders of partner, kinderen staan. Wat is dat dan? Is dat dan je geest? Is dat dan je ziel? Dat is je geest dan... die je beschermt tegen wat komt. Die in paniek is. Ah ja. Denk je dat? Totale paniek van de geest. Ja. Dat is wel een goede titel eigenlijk. Totale paniek van de geest. Geest. Ja. Ik wil wel graag royalties. Volgend boek. Wanneer zou jij totaal in paniek geraken? Ja. Weinig. Dus ik heb het gehad over die angstaanval en zo. Dat is paniek ook. Paniek. Ik wil weg. Ik wil ontsnappen. Ik ben wel pissig of angstig. Ook door het kind van wat gaat er nog gebeuren, weet je wel. Ja. Dat kind gaat opgroeien met artificiële intelligentie. Dat gaat opgroeien met geen mobiele telefoon meer, maar zendertjes onder je huid enzovoort. Dus je kunt je niet voorstellen wat dat kind... over 30 jaar in welke wereld dat die ja, maar denkt u niet dat uw ouders hetzelfde gedacht hebben over de mobiele telefoon, de GPS, een camera, een televisie? Nou, een GPS, daar hebben we niet over gesproken. Hè. Nee, maar ik bedoel, maar alles ontwikkeld. Het is wel allemaal in een snelheid gekomen natuurlijk. Hè. En privacy, wat is dat nog? Je moet zien, iemand van mijn leeftijd heeft bijna alle stepping stones meegemaakt. Hè. Van Elvis Presley tot en met de eerste tv in de straat, de eerste kleur-tv.
De eerste GPS, de disco, de punk. Dus er kon, in mijn leven konden ook dingen gebeuren die de boel op stelte zetten. Maar neem nu de muziek. Kun jij je muziek voorstellen waarvan wij nu nog niet weten en die over 10 jaar ineens enorm hip zal zijn zoals de rock and roll? Ja. Nee. Nu, het is allemaal elektronica. We gaan natuurlijk de kant op van het onmenselijke. En vroeger was het precies, nog menselijk. Robots gaan echt de boel. Potentieel zullen ze de boel kunnen overnemen. Ik denk dus dat ze de mensen daarin willen uitroeien. In die zin, de mens verdwijnt. Ze willen alleen maar AI op, lijkt het wel. Ja, precies. Daar kun je bang voor zijn. Hè? Ja. Er is meer stress. En ik vraag me soms af waarom eigenlijk. Ja. Waarom moeten wij gestresseerd zijn? Ja. Maar wat geeft jou stress? Ja, die vele kleine dingen, hè. Zo van, dat glas staat daar, maar eigenlijk zou dat hier moeten staan. Ja. En Lena is dan het type dat zegt van, nee, dat glas toch daar beter. En weer dat glas verschijnt. Ja. En dan laat het wel los, uiteindelijk. Ja, of... Ja. Kan je makkelijk loslaten? Ik kan wel makkelijk... Je bedoelt mensen of... Go with the flow. Go with the flow. Maar ik kan me soms druk maken om iets en 5 minuten later erom lachen en denken van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dat je samen ruzie maakt, maar dat dat eindelijk mij in de lach schiet. Zo, weet je wel? Door iets wat de ene zegt of zich verspreekt of door de kleine die ineens begint te lachen of zo. Ja. Het komt er altijd op neer dat wij hier... Je ziet ons bezig in het Westen niks te klagen hebben. Hè. Hmm. In de we basis hebben altijd niet. Wel iets te klagen en we gaan scheiden en we zijn ziek en ons huis brandt af en onze hond is dood en weet ik veel. Maar vergeleken met wat sommige andere mensen hun hele leven meemaken. In bepaalde Afrikaanse landen waar je met hongersnood geboren wordt en met hongersnood sterft. Hmm. Dan denk ik van niet te veel zeiken. Hè. Ja, dat kan ik wel tegen mezelf zeggen. Kan je goed relativeren, dat je denkt van hey, jezelf tot de orde. Niet te veel klagen, je hebt eigenlijk niks te klagen. Ja. En dat zegt Lena ook tegen mij. Ten eerste zegt ze, je bent gezond, je hebt een leuk kind, je hebt een mooie vriendin, zegt ze met klem. Ja. Vriendin, je hebt nog altijd werk, je hebt financieel niks te klagen, dus wat zou jij klagen omdat er een glas verkeerd staat of zo? Ja. Ja. En dan denk ik van ze heeft gelijk. Ah, dat is wel goed, maar je refereert al en mijn vriendin, en ik heb ooit eens gelezen, trouwen dat doe ik niet meer. Is dat nog altijd? Ja, maar Lena wil ook niet trouwen. Ah ja, oké. Dus... Alles moet wel wettelijk in orde zijn, testament gedoe, het kindje moet beschermd zijn enzovoort. Mm. Maar trouwen, nee. 2 keer is genoeg. No. Ja. En waarom niet 3 keer scheepsrecht? Dat heb ik gehoord. Maar dat is een Nederlands spreekwoord. In België is dat 2 keer is scheepsrecht. Is dat zo? Ja. Ik dacht veel, Herman. Nee, maar je was er net ook nog even over dat onverklaarbaar bezig. Je hebt zo wat moeite met het woord ziel. Ja. Hè? Maar wat heb je dan zelf toch al dat je zegt, ja, tja, en dat kan ik toch ook zomaar niet onder wel, iets parkeren? Ik lag in mijn bed om 11:30 's ochtends in 1900. De 6e juli 1992 leek ik in mijn bed. Ik woonde alleen. Ik was weg van mijn eerste vrouw in zo'n studiootje. En dan had zo'n klapluikjes. Zo. Ja. Blaffetuur, dat is het. Blaffetuur. Klapluikjes. Ja. Weet je wel? Die cowboy western. Ja. En die stonden open, want het was 6 juli en het was heel goed weer. Dus ik lig in mijn bed. Met een kater in die tijd, altijd. En ineens word ik wakker van geluid en die luikjes staan zo te klappen. Ik zei, what the fuck is dat? Is er ineens een storm of zo? Dus ik ga uit mijn bed en ik kijk of een zware vrachtwagen die passeert, waardoor die luidjes, niks te zien, alles in orde. En later op de dag hoor ik dat mijn moeder om 11:30 gestorven is. Dat meende niet. Maar dat zijn toch van die dingen, dan weet je toch dat er meer is. Dat is toch niet gecreëerd in je brein? Dus dat is toch gebeurd? Ja, ik heb dat geïnterpreteerd. Mijn moeder is afscheid komen nemen van mij. Ik speel altijd een rol in mijn leven van, wat is er toen gebeurd? Je zal het nooit weten natuurlijk. Hè. Nee. Maar... Ik vind het dan niet aangenamer om te denken van, oké, het hoeft niet gedaan te zijn, dan dat is redelijk negatief. Hè? Ja, maar ik zeg altijd, ik ben een agnost. Hè. We weten het niet. Ja. We weten het gewoon niet. Het ligt open. Ja, voilà. Dat is en ben je bang voor de dood? Niet meer. Ten eerste, iedereen moet sterven. En ten tweede, ik heb wel al iets achter de rug. Ik zal nooit meer iemand zijn van wie men zegt, hij is toch wel heel jong gestorven. Ja. Je hebt
uw al een mooie leeftijd op dit moment en al een mooie leven achter gevuld. Precies, maar ik wil natuurlijk 95 worden. Tuurlijk, ik wil maar kleinkinderen. Ik zeg 65 is nog jong. Ik wil kleinkinderen. Ja. Ah ja, oké, wacht. Allee, ik wil dat wil je ook nog meemaken. Ja, maar dat is gewoon een doel, hè? Ja, als ik 85 word, kan dat, hè? Theoretisch gezien dan kan is Roman... Roman, jongen, je moet de wereld redden en wel heel vlug dromen. Maar dat zijn heel vlug kinderen krijgen. Het is een zware druk op dat kind die schouders daar. En misschien wordt hij gay en gaat hij op zijn 15 in San Francisco wonen. Ja, maar dat is het, dat is het net. Een kind brengt u datgene niet zozeer wat je wilt, maar wat je nodig hebt. Ja. Kinderen zijn jouw spiegels. Ja, ja. Vond wel mooi dat is van je moeder met die klapdeuren. Ja. En dat, dat is enerzijds iets niet verklaarbaar en dan in dezelfde week. Dus mijn vader bracht mijn moeder 3 keer in de week naar de nierdialyse. Hè? En als ze dan thuis kwam, de vrijdag, de derde dag van de week, en ging haar ophalen. Van dan af werd ze met zijn ambulance ook gebracht. En als ze thuis kwam, ze had ongelooflijk graag spek met eieren. Dus Martijn pas spek met eieren en voor haar als ze thuis kwam. En nadat ze gestorven was, heeft hij nog een week spek met eieren gebakken en ze dan in de vuilnisbak gegooid. Ja. Maar dat zijn dan verhaal die zijn werkelijk gebeurd. Ja. Daar heb je een verklaring voor het verdriet van die mens. Ja. Ja. Snap je? Maar die klapdeuren hebben ook werkelijk geklapperd. Die hebben geklapperd, zeker. Dat, zeker. Dat heb ik me niet ingebeeld. Nee, voilà. Dan kun je al bijna, vind ik, niet meer denken dat er niets is. He? Dat is moeilijk. Dus ja, pas op, onze geest is precies toch geprogrammeerd om dat te gaan verklaren dan. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Maar kijk, als je zegt er is iets, noem het God, noem het anders. Waarom zorgt dat iets er dan voor dat die zo'n enorme puinhoop is? Ja, maar dat we hebben onze eigen verantwoordelijkheid wel. Ja, dat zijn ook onze lessen. Hè? Ja. En dat is ook inderdaad de wereld. We zijn ook nu op het moment met te veel op deze aardbol. Ja, dus dat moet een evenwicht komen met mensen eraf, mensen erop. Ja. Helaas gebeurt dat soms op een heel onredelijke, onfaire plaats. Door oorlogen, Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. Ja, en ook gelijk dat is echt hongersnood. En, het zijn dan eigenlijk degenen die het meest verkloten, die dan nog meest overblijven. Ja, sorry natuurlijk. Dat ik het zeg, nu ben ik wel vrij uitspraak van doen. Maar, het is niet altijd eerlijk, hè? Rechtvaardig. Dat is een feit. Maar daar had ik het met Lena gisteren ook over, van leven op andere planeten. Hè. Oh, waarschijnlijk is, waarschijnlijk is er op een miljoen andere planeten ook wel iets maar te doen. Tuurlijk, weet je wel? Dat kan niet dat wij de enige planeet in heel die ruimte waarvan we nog niet kunnen bevatten wat dat betekent, die elke dag nog uitdijnt, dat er daar nergens, een gelijksoortig volken hangt met deze omstandigheden. Waar dat nee. Misschien wel andere omstandigheden, maar ik geloof wel dat... Ja, andere omstandigheden, maar leven. Maar leven, bewustzijn, leven. Er zijn miljarden en miljarden planeten. Maar joh, dat is toch iets dat mij ook enorm fascineert. Dat je denkt, allee, hoe pietluttelig zijn wij hier eigenlijk wel niet. Ja. Vind jij uw leven betekenisvol, Herman? Totaal niet. Totaal niet. Nee? Nee. En waarom niet? Ja, wat doe ik van betekenis? Behalve in een kleine, intieme kring. Nee, je laat toch wel heel wat na. Moest je er niet meer zijn, dan heb je toch een betekenisvol leven gehad. In die zin, je boeken, je columns, Maar er zijn 87 boeken van mij gepubliceerd. Weet je hoeveel je nog kunt krijgen in de winkel? 4. Al de rest is papiermol, vergeten, noem maar op. Herman, je hebt het overleefd, Zijn we zonder er al? Reddingsvest, dat is onze overkant, daar staat de kade. Nog één vraag. Ja. Je hebt natuurlijk nu eigenlijk een kleine Herman als Roman. Maar stel, Herman, Brusselmans, 12 jaar, profvoetballer in spe, drummer, schrijver in spe, staat daar. En met al wat hij nu weet, wat geeft hem mee? Probeer zoveel mogelijk op mij te gelijken. Top, daar heb ik niks aan toe te voegen. Sorry. Goed, mooi. Super bedankt voor En nu springen we met z'n allen in het water. Ja. Kom aan voor uw zoontje. Maar serieus, uw kleine gaat willen zwemmen, hè, Herman? Ja. Hij kan het al bijna. In bad kan hij bijna zwemmen. Maar jij zou dat dan niet mee leren met hem terug? Ja, dat zou ik moet zal ook op zwemles moeten, hè? Lieve Herman, ik kende je altijd al als een heel aimabel man. Maar het is zo ontwapenend om je te horen vertellen over jouw liefde voor Lena en Roman. Eerlijk gezegd was ik toch wel een beetje bang voor je. Of liever gezegd, ik was bang voor je masker. Een masker dat je samen met je lange haren van je hebt afgeschud. Knapper dan ooit en als papa op je 65ste gelukkiger dan ooit. En of er nu wel of geen leven is na de dood. Ik weet zeker, we will meet again. Ik wens jullie gezin rust, harmonie en goede nachten. Bedankt dat je erbij was.
ik het al opendoen? Dan is dit het, dat mag, maar hoeft niet. Maar ik denk dat het al genoeg zegt. Het is wel zo'n kindervriend, een blijmakend snoependoosje. Maar als je het openmaakt, dan moet je delen. Hè? Ja, dus zeker, dan zeker. Maar ja, het is misschien gesmolten nu. Zijn er van het zuur of van het zoet? Nee, van alles. Maar ja, dat wist ik perfect. Ik eet werkelijk alles. Oh, dat zou je niet zeggen. Ja. Ja, niet zo'n favoriete snoepjes, zo van die spiegeleitjes of papierentanden? Mijn favoriete reep is een nougatti. Ja. Ik zot van. Zo met noga, hè? Nougatti noem je? Ja, ik ga 3 keer in de week naar de nachtwinkel om nougatties. En dan ook met chocolade bij, of niet? Dat is met chocolade, hè. Ah, dat is chocolade met noga? Ja. Oh, nee, ik ken dat niet. Lekker. Noga, ja, maar ik ben van de chocolade. Ik kan me helpen met het, dan krijg je altijd problemen om de... Allee, doet hij zo open. Ah ja, dan kijk, voilà, nee, vooral als een vrouw nodig. Kijk. Oeh, die kunnen niet smelten. Yes, kom, kan je eentje aanbieden. Moet zijn, merci. Oh. Een muis, ik kan muis. Twee muizen nemen. Twee muizen. Nou, ze lopen in de muis van. Ja. Ik heb zo'n bolletje. Merci, merci. Hartelijk dank. Een zette afsluiter van bij mij wel een beetje. Van een prachtige middag. Dank je wel voor je openheid. Hè? Ja, ik vond het heel leuk dat ik vind dat wel knap hoe je alles gewoon benoemt. Ook zo van, het verandert ons relatiepunt. Ja. Ja, waarom zou er liegen over iets?